Goedendag, ik ben Rolf Bron, 58 jaar oud, grafisch vormgever. En ik ga in deze korte video vertellen waarom ik mee wil doen met de webdevelopment opleiding van TechGrounds. Ik heb TechGrounds leren kennen via Pathways en met name de opleiding webdevelopment leek mij een logische opleiding gezien mijn kennis, ervaring en ook interesses. Ik maak als grafisch vormgever veel websites, vooral in WordPress de laatste tijd. Ik ben bekend met HTML en CSS, hoewel HTML er eigenlijk niet bij komt kijken in WordPress. Maar ik heb nooit een echte opleiding gehad op dit gebied. Dus ik mis de theoretische kennis eigenlijk. En daarbij vind ik ook dat het nodig tijd wordt dat ik eens een keer wat leer van programmeren. Want ik wil zelf apps kunnen gaan maken. Ik wil developer worden en ik wil meer dan alleen maar vormgeven. Een van de vragen is van hoe heb je die opdrachten ervaren? Nou, ik dacht dat is een makkie, dat doe ik heel eventjes. Dus ik ging s'avonds na het eten ging ik ervoor zitten. En om 12 uur moest ik constateren, verdorie, dat is toch lastiger dan ik had gedacht. Er zitten een paar valkuiltjes in. En al googelend en kijkend op het web kom je wel tot de oplossing. Maar ik dacht dat ik slimmer was dan dat ik eigenlijk ben. Oftewel, reden te meer om eens een keer een opleiding te gaan volgen hier. Mijn maand bij Pathways heeft me geleerd dat de IT-wereld veel groter is dan alleen een klein beetje programmeren en apps maken. Het was heel moeilijk om een keuze te maken, maar uiteindelijk lijkt me webdevelopment de meest logische stap. Ik denk dat die TechGrounds opleiding een hele aardige opstap geeft. Gelukkig biedt hij ook baangarantie. Dat is een heel belangrijk ding, want je leert het pas echt door aan het werk te zijn en in praktijk gewoon dingen te doen. Dat was het. Dankjewel.